welkom allemaal bij deze algemene reading. Fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. De vele liefdevolle warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, verzoeken voor privé readingen, coaching, begeleiding, healingen. Dankjewel daarvoor. Ik kreeg voor vandaag door, zo, onstuimige energie. Dat ik de tea leaves moest gebruiken in combinatie met de tarot der goden. Als je nieuw bent op dit kanaal, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. En ook in het weekend, dus dan ben je ook helemaal bij. Ik ga even wat stapeltjes maken. Ja, oké, duidelijk. Wat mogen wij weten voor deze reading, voor de mensen die kijken? Meer niet, hoor ik. Liggen ze allemaal goed? Oké, zo. Twee op zijn kop, één rechtop. De kreeft. Financieel blijft het eigenlijk constant. Blijft het hetzelfde. Dit is ook qua stabiliteit hetzelfde. En dus eigenlijk... Ja, gaat jouw leven voort op de manier zoals die nu gaat. En dan ineens verandert er iets waardoor je dus een stap maakt in een nieuwe ervaring. Een nieuwe richting kan dat ook zijn. Ik ga eens kijken. Mogen we daarover weten, spirits and guides, voor de kijkers? Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Met mij gaat het... ik heb wat ups en downs. Ik heb bij mama Alma, die had 8 kittens. Het allerkleinste, wat met 6 weken 269 grammetjes woog. Die kreeg het plotsklaps moeilijk. Die ging zwaar ademen. Het hartje ging onregelmatig slaan. Dat zag je echt heel moeilijk met ademen. Ze... ging daar ook een beetje bij piepen. Op een gegeven moment is ze ook gestopt met eten. En zijn we dan naar de dierenarts gebracht. Die heeft nog wel aan het infuus gelegen, maar de nacht helaas niet gehaald. Bleek vocht in de longetjes te zitten. En uiteindelijk is er ook, heeft het hart ook begeven. Dus dat was wel een heel triest moment. Want ja, je krijgt toch zo'n kleintje binnen, pas geboren. En nu heb je toch 6 weken. Dus je leert, je krijgt daar toch een band mee. Dus dat was wel enorm moeilijk. Er zijn nog 3 van hetzelfde nestje die wat kuren vertonen. Dus af en toe flink afvallen. Wat probleempjes ook met de gezondheid. Dus ja, probeer daar echt heel alert op te zijn. Ik hoop echt dat die 3 dat wel redden. Want er zit nog 1 klein ukkie bij van 304 gram. Dus dat ook dat zal erom spannen. Dus ja, dat is natuurlijk zijn trieste dingen. Wat dan wel weer positief is, is dat er 6 kittens geadopteerd zijn. Dat het daar heel goed mee gaat. Dat met de andere mama poes, Haley, dat de kittens super goed gaan. Dat die zijn nu 7 weken en die zitten al bijna op castratiegewicht. Dus die wegen al bijna 1 kilo. Dus dat is gewoon voortreffelijk goed. Dus ja, ups en downs. Maar ja, dat is het leven. Bij het financiële, wat eigenlijk gewoon doorgaat. Financiële zaken, ja, je zit er in principe zit je er niet slecht bij.
Maar het kan goed zijn dat er iets nieuws gaat starten. Iets wat je erbij gaat doen, iets waar je heel veel passie voor voelt. Het kan een hobby zijn, het kan iets heel creatiefs zijn. Dat brengt eigenlijk vervulling, maar meer vervulling van persoonlijk geluksgevoel dan financieel. Hè? Vandaar ook al die bekers. Dus financieel blijft het gelijk, maar inspiratie en blijheid en geluk, dat gaat groeien. Dat is heel erg mooi. Als we kijken van dat dit ook gelijk blijft. Ja, je bent nog altijd heel erg afwachtend. En dat komt omdat je heel veel problemen hebt meegemaakt. Je hebt heel veel, het kan staan voor heel veel concurrentie, maar kan ook staan voor heel veel strubbelingen, problemen op het werk, problemen persoonlijk, problemen op liefdesgebied. En dat heeft jou gevormd. En ja, dat is de Wounded Healer kaart. En je moet nou eigenlijk al jouw pijlen moet je gaan zetten op het healen, nog meer dan dat je al doet. Het lijkt erop dat voorlopig dat jij nog in die Wounded Healer situatie blijft zitten, omdat je niet echt vordert. Je gaat niet vooruit, maar je gaat gelukkig ook niet achteruit. En dan ineens krijg je een boost. Dan gebeurt er iets, hè, wat er ook staat, van je stapt in een nieuwe ervaring. Je gaat dan je gaat een bericht krijgen, dat kan ook een nieuw contract zijn. Ik krijg door dat het echt om het werk gaat. Kan ook dat je dus met iemand gaat samenwerken, dat kan ook. En dat brengt jou heel veel geluk. Dat is iets wat je heel graag wilt doen. Waar je hart ligt. En dat geeft je zoveel voldoening, die ervaring. Dus dat is, ja, dat is goud waard. Dat is nog meer dan financieel gewin. Dus dat ziet er mooi uit. Mag jij nog meer weten? Ja. Door die nieuwe ervaring of die nieuwe creativiteit leer je nog beter te communiceren. Communiceren vanuit passie, vanuit het hart. Dat zie je hier niet in terug. Dat is echt een blauwe kaart van communicatie, maar die passie hebben we hier. En omdat het dus een combinatie is van die keelchakra die geopend wordt. En jouw passie, hè? Je ziet hier dat gele, dat sacrale, maar ook dat oranje van de solarplexus. Dan brengt dat jou uiteindelijk heel veel geluk. Ja, die wounded healer situatie. Dat gaat met ups en downs. Je hebt af en toe nog dingen waar je aan denkt. Zaken van vroeger. En dat rakelt wel eens wat op. Ook als je aan het healen bent. Dan geeft dat af en toe natuurlijk emoties. Maar je moet door het stof. Want ik hoor dat je een healer bent. Of dat dat in je zit. Ja, dat contract. Of in ieder geval die nieuwe mogelijkheid die jou geboden wordt op het werk. Waar ook heel veel passie en liefde in zit. Dat gaat jou enorm voor de wind. Je gaat... heel snel ga jij ook ontwikkelen, omdat jouw passie er ligt, omdat je het heel graag doet. Vandaar al dat rood en dat oranje in die ridder van staven. Nou, ik moet hier nu een kaart uittrekken. Om dit stapeltje. Oké. Okay. Advies hoor ik. Nou, we eigenlijk drie adviezen liggen op het punt dat als jij resoneert met het feit dat
Ja, dat je niet echt pieken of dalen hebt op het financiële gebied, maar dat je wel enorm creatief bent, dat je daar heel veel voldoening uit haalt, dat je ook leert communiceren daarover, dat je meer vanuit het hart gaat leven. En dan is het advies van met de papegaai van pas op. Er is iemand die graag roddelt over jouw geheimen. Dus pas op wie je in vertrouwen neemt, met wie je communiceert. Als we kijken naar die hartzeer, het healen, dan krijgen wij de fakkel. Spirituele ontwikkeling, verlichting, bewustwording en begrip. Dus er gaat uiteindelijk verbetering komen. En die mogelijkheid, hè, op werkgebied, wat jou heel veel passie, heel veel drive geeft, dat is de sleutel van succes voor jouw problemen. Dus. Het is eigenlijk allemaal heel positief. Behalve dan dat je moet oppassen voor iemand die graag over jou roddelt en jouw geheimen gaat prijsgeven. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk ook altijd abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Als je interesse hebt in een privé-reading, kan je altijd contact met me opnemen. Je hebt de titel en dan zie je een driehoekje. Als je daarop klikt, dan zie je link naar mijn website. Dan kan je kijken wat ik te bieden heb, wat de tarieven zijn en of het iets is wat bij je past. Er zijn verschillende dingen die ik aanbied. Dus kijk maar op je gemak. En als je interesse hebt, dan kan je het contactformulier online invullen of meteen via de e-mail een aanvraag doen. Dankjewel weer voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.